Melg. Ik heb melg naar Nederland kunnen halen. Het wordt in Taiwan gemaakt. Het is natuurlijk niet de makkelijkste opdracht om iets in Taiwan in te kopen. Maar ik heb nou een goede connectie met Erik dus, van Melg. Dus nu loopt het allemaal vlekkeloos, denk ik. En één daarvan is deze cedertop. Het modelnaam is 260, maar dan van cederhout. Mooi rozenwoed achterkant. Mahoniehals. Opmerkelijk bij Miller is dat ze voor ieder model hebben ze bijna andere stemknoppen die gewoon heel mooi bij de rest passen. Dus zo hier heb je de, zeg maar, die stemknoppen met een soort crème knopjes op. Hier bij dit model soortgelijke stemknoppen, maar dan zitten er weer metalen knoppen op. Dit is de jumbo. En dit is de tenor. Normale tenor. Normaal. Nee, de klank is niet normaal. De prijs is ook eigenlijk abnormaal hoog. Maar het is zo stabiel gebouwd. Ik heb net even andere de naschouw van. Ja, deze is gewoon. Het is gewoon veel stabieler op een of andere manier. Snaren zijn overigens ook bij ieder model bijpassend bij de klank. Dus deze klinkt mooi warm en mellow. Maar er zit ook nog hier sprankeling hoog op de hals. En sustain. Dit is been en dit is rosewood toets, mooi glad hout, je ziet bijna geen houtnerf. Binding is van twee kleuren hout, van maple en van ebony hout, denk ik. En een redelijk grote headstock, maar hij is weer mooi in balans. Hij weegt ook niet veel. Het is geen zwaar instrument. Het is fantastisch. Hoe dat ze doen, weet ik niet. Maar het is super mooi gebouwd. Nu bij het ukuleleplein. Kom maar een keer kijken. Bedankt voor het kijken en tot ziens.